Ik heb mijn broer nog nooit verraden. Zelfs niet in de baarmoeder. Ja, weinig mensen weten dat, maar Maurice en ik, wij zijn een tweeling. Hij zat al stiekem mijn navelstrengetje dicht te knijpen, omdat hij het eten niet wilde delen. Hè? Ik ben nog geboren met zijn navelstrenger op mijn nek. Mijn broer die wordt geboren, mijn ouders, ah, kijk, mooi kindje. 1 minuut later kom ik helemaal verstrikt en verstrengeld in zijn navelstreng. Ik word al zo flats op een schaal gesmeten. Mijn vader direct helemaal in paniek, want hij zag opeens iets bewegen in die schaal. Want jawel, dames en heren, mijn vader dacht dat ik de nageboorte was.